Weet je, ik zou het niet aan mezelf kunnen verkopen dat mijn dochter dit verliest, dit gevecht, zonder dat ik daar alles aan heb gedaan wat ik kon doen. Snap je? Ja. Dat kan toch niet? Nee, dat kan inderdaad niet. Nee. Weet je, jullie vechten voor een titel en je vecht voor de winst. En, maar dit is haar leven. We zijn op weg naar Ruby. Ruby is heel erg ziek. Ze heeft een aandoening in haar nek. En ze kan daardoor niet zitten of staan. Ze moet meer dan 20 uur in een dag moet ze echt gaan liggen. Het lijkt me heel vervelend, vooral als ik eraan denk. Daarom heb ik echt mijn tijd genomen om haar te gaan bezoeken, om met haar te praten en ook te laten zien van dat we er echt zijn voor haar en dat we haar ook willen steunen. Ik heb gehoord dat Ruby een grote sportfan is en dat ze de zwaargewichten leuk vindt. Ik heb extra mijn tijd genomen om haar te gaan bezoeken. Het lijkt me ook leuk om haar te ontmoeten en op haar te praten en te laten zien van, dat we er voor haar zijn. En dat we met z'n allen haar supporten en dat we haar een hart onder de riem steken. Ewa! Ja man, het is direct uw beurt. Ik ga even parkeren dan stap ik uit. Hoe is het? Goed? Ja man, goed. Gaan naar binnen. Dag, dag. Snel, ineens. Nee, ik heb het. Maar God, ik doe het met heel veel liefde en heel veel. Ik ken me daar met tijd voor. Want ik ken jullie helemaal niet natuurlijk. Mm-hmm. Ik weet wie jullie zijn, wat jullie doen. Dit was niet de bedoeling. En dit wilde ik helemaal niet doen. Nee, komt goed. Komt goed. Komt helemaal goed. Ik weet dat jij ook ziek bent geweest, of eigenlijk nog. Mm-hmm. Dus ik weet dat je waarschijnlijk heel veel raakvlakken hebt. Je bent nog heel jong. Mm-hmm. Ruby waardeert het heel erg. En dat kan ze misschien niet tot de uitdrukking brengen zo direct, want ze kan niet goed praten. Mm-hmm. Ze kan wel gewoon met je praten, maar soms dan blokkeert ze. Mm-hmm. Omdat ze prikkels niet goed kan verwerken. Ja. Dat is allemaal. Hey, hè. Ben je komen zitten? Ja, hoe gaat het met jullie? Op het moment niet. Veel pijn? Oh, ja, gewoon heel erg uitgeput. Ja. We hopen gewoon echt het beste voor je. Dat je na je operatie gewoon in ieder geval weer een stuk van het leven kan genieten. Dat wat iedere mens heeft, iedere normale mens heeft, dat jij dat ook kan hebben. Precies, we zijn hier niet alleen om het emotioneel te delen met elkaar, maar ook te laten zien van het is positief, het komt goed. Ja. Je mag bijna je operatie doen, het is over enkele weken. Ja. Dus het is ook positief dat we willen meegeven. Ik zei al van, er komt niet heel veel uit misschien. Ja. Maar het is echt, ik spreek voor ons tweeën, weet je, dit is echt gewoon... Het hoeft ook niet. Het is ook een beetje moeilijk. Ja, maar dat hoeft ook niet. We weten het en we zien het en het zal duidelijk genoeg. Mm-hmm. Ja. Maar de verlossing is, moet zomaar zeggen, de verlossing is nabij. Ja. En ik hoop dat je ooit eens dan nodig haar uit bij een van onze wedstrijden. Ja, zeker. En, ja. Dan mag je helemaal vooraan komen dan zitten. Mag je helemaal vooraan komen zitten, 100%. Er komen ook leuke wedstrijden aan voor mij en voor hem. Heel leuke wedstrijden aan. En dan hoop ik echt dat ik jou bij mijn overwinning ook vooraan ga zien. Ja. Ja. Dat gaan we allebei doen, dat beloof ik jou hierbij. Heel aangrijpend, heel emotioneel, heel aangrijpend. En dat je er ook gewoon zelf bij bent. Het is niet dat iemand het vertelt. Ik ben er zelf bij geweest, ik heb het zelf gezien. Ik ben bij Ruby in de slaapkamer geweest. Ik heb haar ook op bed zien liggen. En dat maakt het toch net dat extra. Heel aangrijpend, ja. Ja, dan zie je gewoon eigenlijk hoe het er echt aan toe gaat. En dat is gewoon, dat maakt het nog ingrijpender. Kijk, inderdaad, het zijn heel veel dingen. Als je zegt, deze verhalen heb je vaker. En dan is het... Ja, dan denk je van oké, het is heel erg. Maar als je dan besluit om er toch heen te gaan, om toch een hart onder de riem te steken, ja, dat denk je toch. En als je er ook echt ziet, ja, dan zie je toch wel wat er echt gaande is. En dat is wel heel gek. Wil je de volledige versie zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.